In deze film leg ik uit hoe je een filmstrip maakt van vier foto's. Een leuke manier om op een creatieve wijze foto's te presenteren. Als eerste ga ik de filmstrip maken en ik begin gewoon met een nieuw bestand. Dat doe ik hierboven bij bestand en dan nieuw. En vervolgens heb je een aantal opties. Ik wil het formaat 800 bij 533 hebben en dat is toevallig al ingesteld, anders kun je dat gewoon hier intypen. En de achtergrondkleur wil ik zwart hebben en ik klik op maken. Nu wordt dit dadelijk mijn filmstrip, maar ik moet eerst aan gaan geven wat er allemaal niet bij hoort. En dat ga ik doen door middel van wit. En ik ga eerst een nieuwe laag maken. Dat doe je hierboven bij laag en dan nieuw. En kies je gewoon voor laag. Je krijgt de mogelijkheid om een naam op te geven. En laat ik dat vandaag gewoon eens even netjes doen. Laat ik hem gewoon vlak noemen. En je ziet, ik krijg in mijn lagerpaneel een nieuwe lager bij en die heet dan vlak. En die laag die heeft grijze en witte vierkantjes. En dat betekent dat die eigenlijk gewoon totaal leeg is. En ik ga deze laag eerst eens vullen met een witte kleur. En om de laag te vullen ga je hier naar bewerken en kies je voor vullen. Je krijgt dan een nieuw menu voor je neus en de inhoud die moet dus gewoon puur wit worden. En je klikt op oké. OK. En vervolgens zie je dat daar het vlak gevuld wordt met een witte kleur. Nou, perfect, alleen dit witte vlak is gewoon nog iets te groot. Dit gaan we kleiner maken. Dat doe je bovenbij Bewerken en dan kies je voor een vrije transformatie. Op zich lijkt er niet zo gek te veel te veranderen, alleen bovenin veranderen er wel wat dingen. En hier kun je bijvoorbeeld de breedte en de hoogte aangeven. En nu staat dit bij mij in percentages. Zo is de breedte 100% en de hoogte ook 100%. Staat dat bij jou nou in pixels? Klik er gewoon met rechts op en kies voor procenten. De breedte maak ik in dit geval 93% en de hoogte maak ik in dit geval 85%. En ik klik op het vinkje om dit toe te passen. En je ziet: ik heb dus gewoon al een wit vlak met daaromheen een zwarte rand. Dit is dus de basis voor één filmstrip. En ik heb deze filmstrip nu op twee lagen staan. Ik heb de laag achtergrond en ik heb de laag vlak. En ik ga die samenvoegen via lagen en dan van alles één laag maken. En je ziet rechtsonder worden je lagen gewoon eenvoudig samengedrukt tot één laag. Wat ik nu moet gaan doen is het canvas vergroten. Mijn afbeelding moet eigenlijk groot genoeg zijn om dadelijk vier lagen naast elkaar te passen. Alleen het nadeel is, als je dat gaat doen, dat hij gewoon de achtergrondlaag gaat gebruiken. En ik wil deze filmstrip eigenlijk dadelijk nog gewoon los kunnen gebruiken. Dus ik ga deze eerst even kopiëren naar een nieuwe laag. En dat doe ik weer via laag. En dan kies ik voor laag dupliceren. En deze noem ik filmstrip. En ik druk op OK. Je ziet, ik krijg weer twee lagen. Ik krijg een laag filmstrip en ik krijg een laag achtergrond. En klik ik op het oogje voor de laag filmstrip, dan gaat die uit en dan zie ik alleen mijn achtergrond. Nou, en dat is hetzelfde. Laat ik mijn achtergrond gewoon keurig weer vullen. En in dit geval kies ik voor 50% grijs. En ik druk op OK. Nu is mijn achtergrondlaag dus grijs en daarbovenop ligt mijn filmstrip. Om je canvas te vergroten, ga je naar afbeelding en kies je voor canvasgrootte. Ook hier staat het bij mij weer in procenten. Bij jou kan het misschien in pixels staan, maar je kunt hier gewoon aangeven dat je het in procenten wilt hebben. En ik wil het eigenlijk 400% breed hebben. Ik ga namelijk dadelijk vier stukjes filmstrips naast elkaar zetten. De achtergrondkleur, die wordt grijs. En de plaatsing, daar gaat het wel even om. Ik wil namelijk dat het alleen aan de rechterkant komt te staan. Dus mijn onderwerp moet niet in het midden blijven staan, maar dat moet aan de linkerkant komen te staan. En als hij nu gaat vergroten, gaat hij dat alleen aan de rechterkant doen. En je drukt vervolgens op OK. Je ziet wat er gebeurt. Mijn canvas wordt zo breed dat het eigenlijk gewoon niet meer in één keer erop past. Dus met het loepje hier en dan in venster kun je dat gewoon keurig toepassen. En ik heb nu één los filmstripje op de achtergrond staan. Als ik hem uitklik, dan zie je dat dit de achtergrond is en dit is mijn filmstrip. Pak ik het verplaatsgereedschap en zorg ik dat hierboven automatische selectie aanstaat. Dan zou ik op de filmstrip kunnen gaan staan, klikken en dan kan ik hem gewoon verplaatsen. Nou, het is dus belangrijk dat we deze eerst drie keer gaan kopiëren. En dat doe je boven bij laag en wederom laag dupliceren. Hij komt standaard aan met de naam filmstrip kopiëren en dat vind ik eigenlijk wel prima. Ik moet gewoon vier losse filmstrips hebben en ik ga ze dadelijk toch weer samenvoegen. Dus ik klik gewoon op OK. En je ziet dat ik nu twee lagen met filmstripjes heb. Deze staan echter wel gewoon perfect op elkaar. Dus ik ga even een klein stukje inzoomen. Gewoon door het loepje te selecteren en een kader te trekken. En dat trek ik tot ongeveer halverwege mijn filmstrip. Met het verplaatsgereedschap kun je dus gewoon je losse filmstrip verplaatsen en ik sleep hem gewoon even naar hier. Als ik nu verder inzoom dan wil ik deze twee verticale lijnen gewoon keurig met elkaar uitgelijnd hebben. Dus ik pak wederom mijn verplaatsgereedschap en ik ga deze laag gewoon verplaatsen net zolang totdat de lijnen met elkaar gelijk vallen. En dat is nu. En ik wil ze ook gewoon in de hoogte gelijk. Ik zoom weer even uit naar in venster en ik heb ze nu dus alle twee gewoon keurig bij elkaar staan. En ik moet nou nummer 3 en 4 nog maken. Nu kan ik dit gewoon los doen, maar ik kan ook zeggen van hé, hey, smelt deze twee samen en dan kopieer ik die opnieuw. Dat is net even een stap sneller. Dus om de twee lagen met de filmstrips bij elkaar te verenigen, ga ik weer naar laag. Kies ik voor verenigen omlaag laag. En wat die dan doet, hij pakt mijn laag filmstrip kopiëren en die gaat hij samensmelten met de laag filmstrip. Kijk, nu heb ik gewoon weer één laag filmstrip, maar daar staan wel twee stukjes strip op. Deze moet ik ook weer dupliceren. En wederom, de naam maakt me niet zo gek veel uit. Ik druk op OK en ik heb er weer een laag bij met weer twee stukjes filmstrip. En met mijn verplaatsgereedschap kan ik deze gewoon keurig verplaatsen. Ik zoom weer in en ik ga terug naar het verplaatsgereedschap om ze uit te lijnen. Net zolang totdat ze goed staan. En ik zoom weer uit naar invenster. In principe heb ik nu gewoon de basis van mijn filmstrip. Alleen omdat ik ze uh, links en rechts net een klein beetje in elkaar geschoven heb, heb ik dus rechts een klein grijs randje over. Nou, dat is helemaal geen probleem. Ik ga gewoon mijn achtergrond weggooien. En die achtergrondlaag, dat is de onderste laag. En nu heeft hij een klein slotje. En dat betekent dat hij vergrendeld is. En toch kan ik hem gewoon weggooien. Als ik er boven ga staan, dan krijg ik een klein handje en hou ik nou de muisknop ingedrukt. Kan ik me gewoon hieronder naar het prullenbakje slepen? Laat ik hem los, is hij weg. En je ziet dat mijn grijze stukje aan de rechterkant gewoon vervangen is door lichtgrijze blokjes met witte blokjes. Dat betekent dat er geen inhoud is. En er zit ook een heel klein randje boven de filmstrip. Ik zoom daar gewoon even op in. En dan zie je dat dat maar schijn is. Nu ga ik de twee lagen weer samenvoegen. En dat doe ik wederom bij laag. Verenigen omlaag-laag. Laag. Ik krijg gewoon één laag met vier filmstrips en aan de rechterkant één heel klein stukje wat leeg is. Nou, dat is geen probleem. Ik ga gewoon mijn laag uitsnijden op alle inhoud die ik nu heb. En daarmee ga ik dus eerst alle inhoud van de laag selecteren. En hoe doe je dat? Dat doe je hier bij je lagen. Als je de Ctrl ingedrukt houdt en je klikt op het icoontje van je laag, dan zie je dat. In die laag alle inhoud geselecteerd wordt. En dat is in dit geval alleen filmstrip. Hij laat dat stukje leeg aan de rechterkant, dat laat hij achterwegen. En vervolgens kan ik hem gewoon netjes uitsnijden via afbeelding en uitsnijden. En mijn selectie kan ik weer opheffen met selecteren en deselecteren. Mijn filmstrip is weer een klein stukje verder. Ik moet alleen nog gaatjes gaan maken in die filmstrip. Nou kan ik hier gewoon keurig stukjes uitsnijden, maar ik kan ook gewoon stukjes wit tekenen. En als ik wit wil tekenen, dan zou ik dat met de kwast doen. Die vind je hier. En ik krijg vervolgens een ronde kwast. Je kunt hem groter maken met de haakjes toetsen. Om te tekenen moet ik natuurlijk wel wit als voorgrondkleur selecteren. Ik klik hier op de pijltjes, daarmee verwisselen mijn voor- en achtergrondkleur naar wit. En ik zou nu dus gaatjes kunnen gaan maken. Alleen je ziet, dit zijn ronde gaatjes. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik maak dit even ongedaan. Laat ik trouwens eerst even een nieuwe laag maken. En die laag noem ik gaatjes. Want ik wil gewoon op een nieuwe laag gaan tekenen, zodat ik ze straks ook door kan kopiëren naar de onderkant. Ik heb dus een ronde kwast en daar moet ik vanaf. Nou, Photoshop heeft gelukkig heel veel kwasten in zich. En je kunt die vervangen bij Venster Penseelinstellingen. En dan krijg je deze hele ingewikkelde vormen met allemaal penselen voor je neus. Nou, je hebt daar tal van penselen die je kunt selecteren. En als je gewoon bovenaan begint en je gaat naar beneden, dan kom je op een gegeven moment vanzelf vierkanten tegen. Dit lijken vierkanten, maar als ik er bijvoorbeeld eens eentje selecteer. En ik ga dan boven mijn filmstrip hangen, dan zie je dat deze kleine afgeronde hoeken heeft. Je kunt hiervoor kiezen. Ik wil in dit geval echt vierkanten. Dus ik ga nog verder naar beneden. En hier staan gewoon de echte vierkanten. Nu kan ik gaan tekenen. En ik kan gewoon keurig iedere keer een stipje neerzetten op een ongeveer gelijke tussenruimte. Maar je ziet, ik ben niet zo goed in tekenen. Dus mijn filmstrip loopt niet echt recht. Mijn tussenruimtes zijn ook niet echt goed. Dus ik maak dit ook allemaal weer even ongedaan. En dingen ongedaan maken, dat kun je hier doen bij bewerken, stap terug. En zo zou je iedere keer een stap terug kunnen gaan. Ik gebruik even een sneltoets daarvoor. Maar ik wil dus een gelijke afstand tussen mijn vierkantjes. En dat kun je bij penseelinstellingen doen met de tussenruimte. Die kun je gewoon groter maken. En je ziet in het voorbeeld al wat er gebeurt. En als je op een gegeven moment zo rond de 300% komt. Dan krijg je een aardige, een goede tussenruimte. Zou ik nu gaan tekenen en hou ik de muisknop ingedrukt, dan komt er iedere keer gewoon een nieuw stipje bij. En deze tussenruimte is dus iedere keer hetzelfde. En belangrijk is, is dat je dus de muisknop ingedrukt houdt. Alleen je ziet ze lopen nog niet helemaal recht. Nou, daar is ook een oplossing voor. Ik maak dit weer even ongedaan. Als je nu gewoon de eerste stip neerzet en je gaat de shift-toets ingedrukt houden. Dan kun je gewoon naar rechts slepen. En ondanks dat ik bijvoorbeeld met mijn cursor nu te laag zit, zet hij ze toch allemaal gewoon netjes recht neer. En zo krijg ik langzaamaan een mooi lijntje. Ik ga hier even verder. Ik hou de shift erin gedrukt, en als ik aan de rand ben, dan loopt hij vanzelf door en zet hij vanzelf al die stippen neer. Ik zoom weer even uit naar één venster. Kijk, ik heb gewoon een keurige streep met witte stipjes erboven. En die witte stipjes zitten allemaal op een gelijke afstand. Dat zijn allemaal mooie gaatjes. En die wil ik ook onder hebben. Dus ik ga de laag gaatjes weer dupliceren. En die heet dan gaatjes kopiëren. Nou, dat zal me weinig uitmaken. En ik zoom even in op de hoogte van mijn filmstrip. Vervolgens moet ik deze laag gaatjes kopiëren, dus naar beneden verplaatsen. Met het verplaatsgereedschap kan ik gewoon in de laag gaan staan en trek ik hem naar beneden. En wil je hem recht naar beneden trekken, hou de shift ingedrukt. En hij komt eronder gewoon tevoorschijn. En ik laat hem los. Zoom ik weer even uit naar in Venster. En dit is op zich de filmstrip zoals ik hem dadelijk wil hebben. Nu ga ik al deze lagen ga ik weer samenvatten in één nieuwe laag. Dus dat doe ik weer bij laag en één laag maken. En ik krijg gewoon één nieuwe laag, die achtergrond heet in dit geval. En daarop staat mijn filmstrip met alle gaatjes. Dit is al een aardig stukje wat af is. Ik kan nu deze filmstrip gaan plaatsen in een nieuw document. En dat nieuwe document, dat wordt mijn achtergrond. Dus ik ga wederom bij bestand een nieuw document aanmaken. En het formaat van de achtergrond moet nu geen 800 bij 533 zijn, want dat was één filmstripje. Ik heb er namelijk vier. En 4 keer 800 is 3200. Nou, ik wil er nog een beetje ruimte over hebben. Dus ik maak hem in ieder geval al 3500 pixels breed. Weet je wat? 3600, dat rekent wat makkelijker. Want als ik het 3 bij 2 wil doen, dan moet de hoogte 2400 pixels breed worden. En deze keer wil ik een witte achtergrond. En ik klik op Maken. Ik krijg vervolgens een nieuw document. wat uh, 3600 pixels breed is en 2400 pixels hoog. En ik moet daar dadelijk mijn filmstrip in gaan zetten. En je ziet linksboven heb ik dus twee keer een document naamloos staan. Nu is het document naamloos geselecteerd met het witte vlak. En selecteer ik de andere, dan heb ik mijn filmstrip. Ik ga op deze filmstrip eerst een uh, soort van gradient maken. Ik wil gewoon een, een beetje een leuke achtergrond. En dat ga ik doen door gewoon eerst een nieuwe laag te maken. De naam, dat maakt me niet zoveel uit. En ik selecteer als voorgrondkleur een mooie donkere kleur blauw. En ik ga hier een verloop in maken. En dat doe je hier bij het verloopgereedschap. Nou, belangrijk is in dit geval dat je dus even uh, ja, een verloop van je voorgrondkleur naar transparant hebt. En dat doe je hierboven. Als je daarop klikt, dan heb je verschillende opties en jij moet de tweede hebben. En vervolgens kan ik gewoon keurig een verloop gaan maken. Ik maak wederom een nieuwe laag aan. En ook daar trek ik weer een verloop op. Deze vind ik wat te rigoureus. En ik maak nog een nieuwe laag. En ook hier maak ik een verloop in. Laat ik het hier even bij houden. En al deze lagen ga ik weer samenvoegen via laag. Tot één laag maken. Om het overzichtelijk te houden. En nu wordt het dus de bedoeling dat ik mijn filmstrip hierin ga kopiëren. Dat betekent dat ik naar het document ga van de filmstrip. En nu sleep ik eigenlijk gewoon de laag van mijn filmstrip op de achtergrond. Dus ik ga naar het icoontje van de laag en ik hou de muis ingedrukt. En vervolgens, als je gaat slepen, kun je gewoon naar het andere document slepen. En dan kun je hem naar beneden gewoon bovenop de laag laten vallen. En daar is mijn laag met filmstrip. Ga ik. De filmstrip even sluiten. Nee, die hoef ik niet te bewaren. Dit is mijn filmstrip, alleen je ziet één probleem. Ik heb te maken met die witte vlakken. Als ik bijvoorbeeld inzoom op dit stuk hier, je ziet in dit geval niet de achtergrond. En dat maakt voor de foto's dadelijk niks uit, want die vallen keurig in de witte vlakken. Maar voor de gaatjes in de filmstrip wel, daar wil ik wel gewoon doorheen kijken. Dus van deze laag filmstrip ga ik eigenlijk al het wit verwijderen. En dat doe ik gewoon met het Toverstafje hierboven. En als je dan selecteert, dan gaat Photoshop dus alle witte pixels selecteren die daar in de buurt zitten. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Want dit zou inhouden dat ik ieder wit vlakje los moet selecteren. Nou, het gereedschap heeft hierboven nog een mooie optie: aangrenzend. En als je aangrenzend uitzet, dan gaat het gewoon kijken naar al het wit in dit geval. Dus als ik dan bijvoorbeeld één heel klein gaatje in de filmstrip selecteer. Dan zie je dat eigenlijk al het wit is mee geselecteerd. Zoom ik even uit, dan zie je gewoon overal van die kleine bewegende streepjes. En nu dus alle kleine witte stukjes geselecteerd zijn op mijn laag met de filmstrip, rest er niets anders dan dat ik gewoon heel simpel op delete druk en al het wit is verdwenen. Mijn selectie kan ik vervolgens opheffen bij selecteren en deselecteren. En je ziet, ik heb gewoon een filmstrip die helemaal transparant is, waar het er straks wit was. Nu kan ik dus gewoon keurig mijn foto's in deze filmstrip gaan strepen. En vanuit de verkenner gaan dat deze vier foto's worden. Dus ik selecteer ze allemaal en het zijn PSD's, dus die zijn gekoppeld aan Photoshop. En ik druk op enter en ze worden gewoon keurig geopend in Photoshop. En eigenlijk, het plaatsen van deze foto's in de filmstrip is net zo eenvoudig als het zetten van de filmstrip op de achtergrond. Je gaat gewoon naar het icoontje voor de laag, je houdt de muis ingedrukt en je sleept hem gewoon bovenop je filmstrip. En dat doe je even voor alle foto's. Nu heb ik dus alle vier de foto's in de laag van mijn filmstrip staan en kan ik ze zo meteen gaan plaatsen. Ik ga eerst nog even de andere foto's sluiten. Dat houdt het wat overzichtelijker. En om de foto's te plaatsen, ga ik mijn verplaatsgereedschap gebruiken. Nu heb ik bovenin nog steeds automatische selectie aanstaan. Dus als ik op een foto klik, dan gaat die automatisch naar de goede laag en kan ik deze gewoon verslepen. Ik ga een klein beetje inzoomen zodat het allemaal wat duidelijker is. Terug naar het verplaatsgereedschap en ik ga hem gewoon netjes neerzetten. Ik pak een van de hoekjes op. En als ik de muis dan ingedrukt houd, dan kan ik de foto qua grootte veranderen. Als je de shift ingedrukt houdt, dan blijven de verhoudingen bestaan. Maar je ziet, mijn vakjes zijn eigenlijk uit verhouding met mijn foto. Dat maakt helemaal niet uit, want we gaan dadelijk de foto toch vervormen. En dan valt dat helemaal niet meer op. Ik val een klein beetje buiten de ruimte van de filmstrip. Niet te ver, maar dat maakt niet uit. Dat komt dadelijk wel goed, want de filmstrip staat nu nog onderaan. Met het Handje kan ik mijn canvas gewoon verplaatsen en zo kan ik een volgende foto selecteren. Dus het verplaatsgereedschap en vervolgens sleep je hem gewoon binnen de grootte zoals jij hem wil en hierboven het vinkje om dat toe te passen. En tot slot de laatste. Zoom ik weer even uit. Mijn foto's staan nu dus in de filmstrip, alleen is dat nog niet helemaal perfect. De filmstrip ligt er eigenlijk nog gewoon onder en die moet er boven liggen. En de filmstrip, dat was deze laag, laag 1. Dubbelklik je nou op de naam, dan kun je die naam veranderen. En laat ik hem dan even filmstrip noemen. Als ik een beetje in ga zoomen en ik ga die laag filmstrip boven mijn foto's leggen, dan zie je wat er gebeurt. Mijn filmstrip komt gewoon keurig bovenop te liggen. En de tussenruimte bij de foto's wordt gewoon gelijk. Nu is het tijd om het hele zaakje te gaan vervormen. En om dat te doen ga ik eerst gewoon de lagen samenvoegen. En niet alle lagen, nee, alleen de lagen van de foto's en de filmstrip. Dus dan moet ik even die lagen selecteren. Nou, dus in dit geval is mijn laag filmstrip geselecteerd. Dat is de bovenste laag. En als ik nu de shift ingedrukt hou en ik selecteer de laatste fotolaag, dat is laag 2. Dan zie je dat hij ze alle vijf selecteert. Nou, en nu kan ik ze weer samen gaan voegen bij Laag en Lagen samenvoegen. En je ziet, ik krijg één nieuwe laag filmstrip met daarin mijn foto's. Nu kan ik hem dus gaan vervormen. En dat doe ik bij Bewerken. En dan heb je hier Transformatie. En wat je moet kiezen is de transformatie verdraaien. Er komt een soort raster overheen te liggen. En je kunt nu handmatig aan de slag gaan, maar je kunt dat ook gewoon grotendeels automatisch door Photoshop laten doen. Ik bedoel, Photoshop is duur genoeg op jaarbasis. Dus laat dat gewoon maar rekenen. Daar betaal ik voor. Die standaard instellingen die vind je hierboven. En als je daar op het pijltje klikt, dan krijg je een aantal opties. En de optie die je moet hebben, dat is vlag. En je ziet, je krijgt dan mooi die curve erin. Ben je daar nou niet helemaal happy over? Dan heb je hier nog de optie om bijvoorbeeld de buiging aan te passen. Of ook om bijvoorbeeld de hoogte aan de linkerkant te veranderen vergeleken met de rechterkant. En als je iets hebt waarbij je happy bent, dan druk je gewoon weer op het vinkje. Zijn we er nou helemaal? Nee, nog niet. Ik wil nog meer veranderen. Dus ik ga terug naar Bewerken, Transformatie. En ik kies dit keer voor Perspectief. En er komt een box omheen. En wat ik nu ga doen, ik ga hem aan de linkerkant groter maken. En ik ga hem aan de rechterkant kleiner maken. En dan laat ik gewoon eens rechts beginnen. Als ik op een van de hoekjes ga staan en ik hou mijn muis ingedrukt, dan kan ik deze hoekjes naar beneden drukken. En je ziet, het andere hoekje komt eigenlijk gewoon meteen mee. En het perspectief raakt helemaal vervormd. En aan de andere kant doe ik juist het omgekeerde. Daar ga ik hem groter maken. En ik vind dit op zich wel weer een leuk verloop. Ik maak hem achter nog ietsjes groter. Dan blijven de achterste foto's ook beter zichtbaar. En ik druk op het vinkje. Wil ik hem nog een klein beetje draaien. Dat doe ik wederom bij bewerken. Maar dan niet bij transformatie. Nee, de optie daarboven vrije transformatie. En als je nu bij een van de hoekjes gaat staan, dan krijg je boogpijltjes. Klik je een keer, kom je in de modus dat je kunt gaan draaien. En dan kun je gewoon de muistoets ingedrukt houden. En vanuit het midden kun je hem nog een klein beetje hoger zetten. En dit vind ik wel een aardige vorm. Ben ik er nu? Nee, nog niet helemaal. Er moet eigenlijk gewoon nog een kleine schaduw onder. En met die schaduw krijgt hij namelijk net wat meer diepte. Hij zal een, een soort van raakvlak aan de achtergrond hebben. En dat ga ik doen door middel van weer een nieuwe laag te maken. Dus bij laag, nieuwe laag. En die noem ik dan schaduw. En ik ga dus een schaduw creëren onder mijn filmstrip. En dat ga ik doen met wederom het kwastgereedschap hier aan de linkerkant. Alleen had ik net nog een vierkante kwast geselecteerd. Dus ik ga even terug naar mijn pencil instellingen. En ik ga gewoon bovenin een ronde kwast selecteren. De tussenruimte wordt ook meteen gereset. Dus dat is prima. En wat ik ga doen, ik maak de kwast met de haakjes even wat groter. Ik vind dit wel een aardige grootte. En ik zorg dat zwart mijn voorgrondkleur wordt. En ik klik gewoon ergens houd de shift ingedrukt en sleep gewoon naar rechts voor een rechte lijn. En hoe groot je dat maakt, dat is nog even niet zozeer van toepassing. Ook die schaduw moet dadelijk namelijk in perspectief gaan verlopen en dat gaan we er eerst in brengen. Dus ik ga terug naar bewerken en dan transformatie perspectief. En achter maak ik hem gewoon kleiner. Totdat ze elkaar bijna raken. En je drukt op het vinkje. En vervolgens kan ik deze gewoon met het verplaatsgereedschap gaan verplaatsen. Dit hele kleine puntje moet natuurlijk grenzen aan dat hele kleine puntje daar. En wil dat nou niet helemaal gaan door het magnetische gebeuren, dan kun je dat ook met de toetsen doen. En vervolgens moet ik hem gaan draaien over dat puntje. Nou, standaard staat het centreerpunt in het midden, dat is dit kleine vlakje. Als je daar boven gaat staan, dan kun je dat oppakken door de muisknop ingedrukt te houden. En dat sleep je dan ook naar het achterste puntje. En nu kunnen we hem gaan draaien. Dus boven een van de hoekjes gaan staan. Een keer klikken. En je kunt hem gewoon keurig verdraaien. Stel dat ik hem zo wil hebben. En ik druk op OK. Hij staat nu nog boven mijn filmstrip. Dat maak ik zo meteen in orde. Ik ga hem eerst ietsjes kleiner maken. Ik hou de Alt even ingedrukt. En draai aan mijn muiswieltje om de hele foto te krijgen. En ik slinger deze hoek gewoon naar binnen komt niet helemaal lekker uit, dus ik zet mijn draaipunt nog een keer daar op de hoek en ik draai me nog gewoon een keer goed onder en ik druk op het vinkje. Om nu de filmstrip de boven te krijgen, pak ik gewoon de laag filmstrip op en die slinger ik boven mijn schaduw en dan komt die gewoon een stuk beter uit. En eventueel kun je de laag schaduw selecteren en dan kun je hier de dekking nog een klein beetje veranderen dat hij wat lichter wordt en dat het zo iets meer realistischer wordt. En op deze manier maak je dus gewoon een filmstrip met gaatjes. Daarin vier foto's, geef je er een leuke draai aan en heb je een leuke manier om je foto's te presenteren. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.